Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vrijdag en ik heb er al een hele dag op zitten, want ik ben vanmorgen met Niels naar de kapper geweest. Dat deed hij weer fantastisch. En daarna had ik mijn oom en tante op kraamvisite. Het leuke rompertjes van Petit Bateau gekregen. Een roze en een witte met gouden stipjes. En ook wel leuk trouwens, Niels heeft een boekje gekregen. Ik kende dit niet, maar dit is van de HEMA en dit is een boekje. En er zit dan hier bovenin een kwastje, dat ligt nu al daar. Maar daar zitten dus allemaal kleurplaten in. En dan zit er verf boven en dan kan je dus het kwastje in het water doen en dan kan je dus verven. Nou, dat is hartstikke leuk. Kende ik niet, tipje. En nu ga ik eventjes met Elin boodschappen doen en Niels even lekker met oma voetballen. En dan is het tijd om te lunchen en naar bed voor hem. Dus dat is een beetje het plan. Ik ga ook even bij een collegaatje een kaartje langsbrengen, want die woont toch in de buurt en zij is ook net bevallen, dus ga ik even langsbrengen. Dus pak de wagen en dan gaan we. Zijn aan de wandel met z'n tweetjes. Wij gaan dit maken uit de allerhande. Dus we hebben hier horentjes. Niels is chocolade erin aan het doen. Doe maar door midden, dat kan je wel. Heb je daar ook gedaan? Zo. Ook nog een beetje rooster. Hey. Wij gaan kaas fonduren. Hé Niels? Let niet op de rommel. Moet ik zo opruimen. Maar dit zijn dus de ijshoorntjes. En dan ga ik dan nu dit fruit in doen. En dan heb je dus een fruitijsje. En dit is het eindresultaat. En wat je op de achtergrond hoort is Eden. Die gewoon een supergoed gevoel voor timing heeft. Hij zit even te picknicken hier. Alle dieren. Ze hebben toevallig deze week 2 enorme knuffels gekregen van zijn werk. Dus nou, dat maken we er maar het beste van. Ik heb het op. Heb je het op? Oh lekker. Mag ik dan deze zal ik die afwassen? Ja. Zo, wat wil je erin? Appelsap. Appelsap. Alsjeblieft. Proost. Proost. Nog een proefje van me. Mag ik een proefje van jou? Oh, lekker. Ja. Nog meer open. Mag ik ook een proefje? Ja. Nom, 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 nom. Dankjewel. Ja. Goedenavond, we zijn nog heel wat uurtjes verder. Ik ga zo Elin de laatste voeding geven. En dan gaan we lekker slapen. Niels is niet helemaal lekker, dus hij was nou echt hysterisch aan de huilen. En toen wilde hem een pijnstilling geven, maar toen werd hij niet helemaal gestopt. We hebben net weer een documentaire van Louis Theroux te kijken, dit keer over Scientology. Echt bizar. Ik ga nu patat poetsen met mijn roze tandenborstel. En ja, dan zie ik jullie morgen. Wij staan in de lift, we gaan eventjes naar de car wash. Verder is het echt gebroken, want we hebben zaterdag trouwens vanmorgen. Goedemiddag, goedemorgen. Want mijn vrouw heeft niet zo goed geslapen. Hoe is dat met ze? Maar aangezien we zo gaaf als een klontje zijn, hadden we bedacht dat we van vandaag maar de auto gaan wassen. Vanmiddag hebben we een feestje. Dus, nou, we gaan de car wash in. Toen je goed gehad, ben je klaar voor de show. We hebben zo'n dak, dus dat is wel ideaal. Goed zien. Beetje zon. Niels vindt het ook mooi. Hé, moppie. Uiteindelijk zit ik in mijn eentje op de fiets, want Niels is ziek en ja, iemand moest bij Niels blijven. En toen dacht ik, ja, dan kan ik Elin ook, van kan ook niet meenemen, dat is ook niet handig. Dus snel even op en neer. Nou, ik heb net een bliksembezoekje aan de verjaardag gewacht. Ik ben nog geen uur weg geweest, dat ging goed. En ik heb toch een leuke, ik kreeg een kaartje van een van de meiden van mijn zwangerschapsclub. En daar heeft ze een speenkettingje laten maken met Elin, de naam aan. Hoe mooi is die? Echt super mooi. Helemaal blij mee. Oh, en ik had nog een little dress besteld. Nou, de verjaardag was natuurlijk kort maar krachtig. Maar het feestvarken zelf nog toch te slapen. En die kleine dreumes, of die kleine drol wil alweer eten. Die kleine dreumes die is ziek, dus nou ja, goed, we gaan lekker. Gaan we weer even iets aantrekken om te kunnen voeden. Ik had nu even, ik zal het laten zien, ik had weer dat jurkje aan van de parade. Ook, en dan gimpjes.
Nou, het is alweer wat uurtjes later. We zitten op de bank. Niels ligt in bed. Die is gewoon ziek. Hij heeft ook koorts, maar goed, hij wil niet. Hij wil geen thermometer. Maar dat hoeft ook niet. Want je voelt gewoon dat hij koorts heeft. Ja, sessa. En volgens mij gewoon erg keelpijn, want hij eet slecht en heeft echt zo'n zeehondenhoest. Nou, mevrouw zit in de draagdoek bij Sven. Ik had postte net deze foto op Insta. Dat, ik weet niet of je een beetje kan zien. Dat is een beetje de houding waarin Eden niet huilt. En echt al heel veel reacties gekregen van mensen, echt super lief. Met tips, zeg maar. Dat is eigenlijk allemaal is het osteopaat, chiropractor en draagdoek. Nou, draagdoek doen we uiteraard al. Osteopaat heb ik woensdag een afspraak mee. Ik weet dat Niels ook heel erg heeft geholpen toen. En nou, anders kan een chiropractor natuurlijk ook altijd nog. Maar echt zo fijn al die tips. Dat dan weet je weer even dat je niet alleen bent. Want ze is dus echt. Ik zei net echt, het lijkt alsof ze drie standen heeft. Slapen, huilen of eten. En zeg maar. Wat? Zwemmen ook. Kijk, daar gaat hij. Zwemmen ook naar de chiropractor, ik ook. Ik kan mijn nek ook bijna niet meer die kant op bewegen. Nou, ik ga ook wel even naar de fysio en of osteo, whatever. Nou, misschien dat ze mij wel even mee wil nemen in de behandeling. Maar goed, eerst maar even één. Misschien krijgen we een familiekorting, ja. Of groepskorting. Maar, nou ja, goed. Af en toe zakt, dan moet je even in de schoenen. Maar we weten gelukkig met een tweede dat het een fase is. Dus dat scheelt. We hebben eigenlijk morgenochtend nog kraamvisite. Maar dat hangt er even vanaf als Niels ziek is. En nou, we hebben dus vannacht eigenlijk zeg maar niet geslapen. Als dat het geval is, dan gaan we gewoon niet. Gaan we niet doen. Ik heb net lekker een maskertje opgehad. Ik klap er best van op. En meer met dit ding weer gebruikt. Dat je denkt, welk ding? Dat zwarte doosje. Deze, die gebruik ik dagelijks. Super fijn. Ik weet niet of het wat doet. Heb ik al een strakkere kijklijn? Ik weet het niet. Maar goed, dus morgen moeten we maar even kijken hoe de dag gaat lopen. Spectaculaire beelden. Maar dit hoort er ook bij. Het is zondag en je ziet het niet, want ik heb make-up op, maar ik voel me behoorlijk belabberd, want we hebben weer niet geslapen vannacht. Of bijna niet. En het echt weer onwijs lopen krijzen. En ik ben nog nooit zo blij geweest als het woensdag is. Dat is nu al, want ik hoop gewoon echt dat de osteopaat haar kan helpen, want ze is gewoon niet blij. En ja, dat is vervelend. Ik voel me een beetje alsof ik een kater heb. Ik heb ook kippenvel en zo. Yeah. En ze is ook een beetje verkouden, het arme mens. Dus het kwam allemaal wel bij. Maar nu ligt ze weer heerlijk te slapen. Mijn vader heeft Niels net opgehaald. Die is even met hem lekker naar een speeltuin toe. En die luncht dan bij mijn ouders en doet daar zijn middagslaapje en eet daar vanavond. En dan ga ik hem ophalen en dan komt mama nog even mee hierheen. Zodat wij gewoon vroeg naar bed kunnen. Zij moet ik morgen gewoon werken. Zodat wij vroeg naar bed kunnen. En dan doet zij zeg maar de even Eden. Tot zeg maar de voeding voor de nacht. Dus rond 11 uur. En dan gaat mama weer naar huis. Dat is echt super lief. De tekst is er goed, hè. Als ze zo wakker wordt, dan gaan we even een wandeling maken. Even frisse neus halen en dan straks ook maar weer even slapen. We zijn allebei niet zo'n fan van overdag slapen, maar ja, het moet maar eventjes. Maar we zaten net even een beetje te zappen. En toen kwam er een gezin voorbij met. Die hadden al een
een dochter en een zoon, of alleen een dochter. En die kreeg toen een vijfling. Dus Sven zei in het kader van even relativeren. Vijf meisjes. Hoe dan? Hoe doe je dat? Nou ja, goed. Ik weet, het is allemaal een fase en zo prima. Maar ja, het is, ik vind het gewoon lastig als je al een kind hebt en dat is ziek en niet blij. En dan een baby die gewoon echt totaal niet blij is. Ja. En 's nachts is het altijd lastiger. Ik bedoel, ze huilt natuurlijk sowieso al vrij veel overdag. Of tenminste, 's middags en 's avonds. Maar ja, 's nachts is alles 100 keer zo erg, lijkt wel. Ik weet, iemand het herkent waarschijnlijk wel. Goed. Genoeg daarover. Het is echt zo geen spectaculaire vlog. Maar ik heb ook gewoon geen energie. Ik doe geen boeiende dingen. Ik heb geen leuke teksten. Dus dat is het. En volgend weekend wordt het vast een stuk beter. En ja. Over en sluiten. Wij gaan even naar buiten. Eventjes een ommetje maken met haar. Een beetje frisse lucht. Hè? Dat moet ook. En even wat boodschapjes doen. Even wat eten. Dus dat gaan wij nu doen. Bakkeitje. Goedemorgen, het is maandag en ik ben gisteren vergeten af te sluiten. Maar het was echt zo fijn, want mama die, Niels was dus even bij mijn ouders geweest. En mama die had aangeboden om hem weer naar ons toe te brengen na het eten. En dat zij dan zou blijven, zodat wij gewoon na Edens voeding van een uur of 7 of 6 of 8, wanneer ze dan ook zou komen. Dat wij daarna even lekker naar bed konden gaan alvast. En dat ze ons dan zo wakker maken voor de voeding van 11:30, 12:30. Dus dat we alvast wat uurtjes konden maken voor het geval dat ze weer de hele nacht zou loco zou gaan. En nou, dat was natuurlijk echt een mega lief aanbod. En dat hebben we dus ook gepakt. Want dat hebben we inmiddels geleerd dat je dat gewoon moet doen als je net een babytje hebt. En dat was zo fijn. En uiteindelijk, ja, ze zou rond 7 moeten eten, maar ze bleef slapen. Zul je net zien dat als je... Als je genoeg handjes hebt, dan ligt ze gewoon lekker te ronken. Maar dus uiteindelijk heb ik volgens mij rond 8 uur gevoed. Nee, eerder. 7:30. 7:30. En toen zijn we om 8:30 of zo naar bed gegaan. Tot 11:00. En toen heb ik er weer gevoed. En ze heeft gelukkig geslapen vannacht. Ze wilde nog wel 1 keer eten om 5:00, geloof ik. Goed, dat is dan prima. Dus dat was heerlijk, hè, meisje? Ja. Dus ja, ik voel me weer een stuk meer mens. Sven gelukkig ook. Die moest natuurlijk werken vandaag. Die was hier ook wel blij mee. Dus ik ga bij deze vlog ook afsluiten. Wij gaan zo naar het consultatiebureau. Voor het eerst met haar. Dus ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Vergeet je vooral niet te abonneren als je hem leuk vond. Dat zou ik fantastisch vinden. En een duimpje omhoog doen. En nogmaals super bedankt voor al die fantastische reacties op mijn Instagram vraag over... De drama met het huilen. En ja, nou, ik, nu ik weer gestaan ben, kan ik weer een beetje relativeren. En ik weet dat het allemaal tijdelijk is. Maar toch heel fijne tips. En we gaan woensdag naar een osteopaat. En dan hoop ik dat ze daar gewoon van opknapt. En ik denk wel, dat was bij Niels in ieder geval wel zo. Dus nogmaals super bedankt voor het kijken. Heb je nog meer tips? Laat ze vooral hieronder weten. Fantastisch, dan kunnen we elkaar ook helpen. En mij helpen jullie in ieder geval enorm mee. Dus nogmaals heel erg bedankt. En heel graag tot volgende week bij een nieuwe vlog. Of woensdag bij een extra video. Doeg!